Wat is de islam? In deze 5 video's geef ik je 5 karakteriseringen van de islam gebaseerd op het leven van Mohammed dat ik in de vorige video's verteld heb. Nummer 4, poëzie. Toen Mohammed op zijn sinaasappelkistje daar in Mekka stond te vertellen over alles wat hij geopenbaard gekregen had, toen zeiden mensen tegen hem, oh, je zegt dus dat je profeet bent, doe dan eens een trucje. Jezus kon trucjes, hij liep over het water. Allerlei andere profeten konden trucjes. Waarschijnlijk kun je dan ook een trucje. We zijn wel eens benieuwd. Mohammed zei, ik ben niet zo van de trucjes. Ik zal geen enkel trucje doen, maar ik heb 1 grote truc die ik met me meeneem. En als je goed naar die grote truc kijkt, dan kun je zien dat het bewijs is van mijn profeetschap. Mijn truc is de Koran. De Koran is zo'n geweldig stuk tekst, zo mooi, zo poëtisch in elkaar gestoken, dat je nog nooit zoiets moois gehoord hebt. En ik, zegt Mohammed, ben niet eens een poëet. Ik heb het niet verzonnen, ik heb het gekregen in de puurste vorm, zodanig dat je wel moet zeggen, dit kan niet anders dan van God zijn. En op die reden vertalen islamieten de Koran liever niet in de gewone dagelijkse taal. Ze lezen hem in het klassiek Arabisch waarin die ooit oorspronkelijk geschreven is. En ze kunnen ervan genieten als je luistert naar de klanken van de Koran, ook als ze niet precies weten wat het betekent. De meeste wetenschappers zijn het trouwens over eens dat de Koran tijdens het leven van Mohammed niet werd opgeschreven. Mohammed was van de mondelinge overlevering, net als veel andere religies waren in die tijd. Dat betekende dus dat hij zijn openbaring deelde met zijn volgers die dat allemaal uit hun hoofd leerden en vervolgens weer verspreidden met andere mensen. Zodanig dat iedereen dus vooral de Koran in zijn hoofd had zitten. Overigens, misschien denk je nu mondelinge overlevering, dat is toch hartstikke onbetrouwbaar. Vroeger zaten we wel eens in een kringetje en dan fluisterde de juf het ene kind iets in het oor die het dan moest doorfluisteren aan de volgende, et cetera, et cetera. En als je dan bij het einde uitkwam, dan kwam er een heel ander verhaal uit dan wat de juf erin had gefluisterd. Toch is dat niet helemaal waar, want in deze tijd waren mensen veel meer gewend om lange stukken tekst uit hun hoofd te leren. Anders dan wij vandaag de dag van internet en alles kunnen opzoeken online. Er komt ook bij, als de juffrouw in het oor fluistert van de eerste kind, als je dit goed onthoudt, krijg je een snoepje, is de kans veel groter dat het aan het eind van de cirkel precies weer zo eindigt als dat het erin is gekomen. Natuurlijk gaan de dingen fout in de mondelinge overlevering, maar waarschijnlijk is hij lang niet zo onbetrouwbaar als jij en ik geneigd zijn te denken. De Koran is dus een boek dat bekend staat om zijn schoonheid. Je moet het luisteren in oorspronkelijke taal en dan klinkt het als poëzie in je oren. Net als grote delen van het Oude Testament, de Joodse geschriften en christelijke geschriften. Veel daarvan is poëzie. Bedoeld om je te raken, bedoeld om dingen anders onder woorden te brengen. Eigenlijk net als vandaag de dag, zelfs in de meest simpele popsongs. Als Marco Borsato zingt, afscheid nemen bestaat niet. Dan snappen we allemaal dat hij niet bedoelt dat het feitelijk niet bestaat, maar hij bedoelt daar iets poëtisch mee. En we zeggen, ach, wat brengt dat toch weer mooi onder woorden. Maar poëzie, dat snappen we natuurlijk ook wel met z'n allen, is veel minder geschikt om hele stellige uitspraken over te doen. Wetenschap drukt zich natuurlijk niet uit in poëzie. Poëzie is vaak diffuus, is vaak bedoeld diffuus. Poëzie is vaak op een of andere manier schimmiger dan zou kunnen. En dat geldt ook voor veel klassieke teksten. Teksten van het Jodendom, teksten van het Christendom en grote delen van de Koran. Dat betekent dat het niet zo moeilijk is om allerlei soorten teksten te vinden in de Koran die je wel aanstaan of die je juist niet aanstaan. En als je die in een bepaalde volgorde zet en uit een verband haalt, dan kun je er eigenlijk van alles van maken. De Koran is een ingewikkeld boek, maar het is ook heel vaak een diffuus boek. Vervelend voor mensen die zo wetenschappelijk georiënteerd zijn als wij dat vandaag de dag zijn in onze cultuur. Maar misschien juist wel geschikt om dingen te zeggen over de onbenoembare dingen van het leven. Daar is de Koran goed in. Minder goed in een exact wetenschappelijke uitleg. Leuk dat je keek naar deze video. Wil je meer kenmerken zien van de islam? Klik dan op de volgende video. Of kijk hier voor meer informatie over mijn online videocursus filosofie en islam. Like deze video zeker even als je er iets aan hebt gehad. Dan kunnen andere mensen hem ook vinden. En kijk voor meer informatie over islam op www.gerkotempelman.nl/islam. Bedankt voor het kijken.